Oké, even wat pittigs en ik ga het gewoon filmen. Ik vlog nooit, maar dit ga ik echt vloggen. Ik zit hier met een eendje en ik ben echt helemaal gebroken ervan. En ik ga het heel even hier kijken. Het eendje zit hier. En ik heb de ambulance gebeld. De ambulance wil niet eens helpen. De ambulance, de dierenambulance, al voor de zoveelste keer bel ik de dierenambulance voor een vogeltje of een ziek diertje. En ze geven er helemaal niks om. Ze zeggen alleen maar, nou, laat maar doodgaan. Dat is de natuur. Ik snap het wel, maar het is een beestje met heel veel last en heel veel pijn. Dus ik heb nou de dierenambulance gebeld. Toen zei ze, ja, je moet maar de brandweer bellen, want wij kunnen er niet bij. En laat hem maar verdrinken, want waarschijnlijk heeft hij een verlammingsziekte. En het is echt heel zielig. Hij is zo zielig. Hij heeft een hersenbloeding gehad of hij is verlamd of zo, maar ik kan hier niet mee omgaan. Vorige keer was het ook al zo. Maar er waren twee hele lieve roeiers en die kwamen naar me toe en die wilden me graag helpen. Maar ik zit hier nu. Ik zit hier random op een weg. Geen auto in de buurt, want Dex werkt en niemand is vrij. Dat beestje moet ik maar dood laten gaan. En ik kan niet zo goed fietsen met dat dingetje achterop. Want dadelijk schudt hij te hard of zo, of zijn hoofdje. Dus dit krijgt nog staartjes. Dit wordt weer een emotionele vlog. Oké, ik heb van mijn shirt een tas gemaakt. Ik heb hem ondersteboven dichtgeknoopt. Hier een knoopje en hier zit hij in. Waarom ik dit vlog? Dat is omdat wij mensen zorgen voor de dieren. Wij mensen zijn zeg maar zo bazig op de wereld dat wij het kunnen maken of kraken. En ik vind persoonlijk eerlijk waar dat als je een ziek beestje ziet, of je nou weet dat hij doodgaat, of je nou weet dat het niet goed komt of wat dan ook, doe alsjeblieft je best om dat beestje te redden. Want stel dat jij zou zijn geboren als een beestje en niemand komt je redden. Misschien red ik hem nu niet, misschien draait ze zijn nek door daar, want dat doen ze ook wel eens, ze breken gewoon hun nek. Maar dan is het wel in één keer over. Deze leidersweg is vreselijk. En ik weet dat de dierenarts ook niks doet met vogels. En echt, de dieren hebben ons nodig. Dus help ze alsjeblieft als je tijd hebt. Of bel iemand van, joh, luister, er zit daar iets. Kun je gaan kijken, ik heb er geen tijd voor. Maar help ze. Ze zijn machteloos. Ze zijn hulpeloos, zei ze gewoon. Het is gewoon triest. Oké, in Delft zit de papaver tegenover het schaapskooi, zo noemde het volgens mij. En dat is de dierentuin in de buurt van de IKEA. Dus woon je nou in Delft omstreek en gebeurt er nou eens wat, dan weet je dat je naar de IKEA, langs de IKEA weg. En dan kan je zeg maar daar een stukje naar binnen. Ik ga nu naar die mensen toe die me nu heel raar staan te bezwaaien. Maar ze hebben geen idee dat ik daarheen moet, dus dit is heel awkward. Oké, het verhaal wordt alleen maar mooier. Ik had de dierenambulance gebeld. En die zeggen van, joh, dat is een bacterie. Dat zit in het water, kan je niks meer aan doen. Na een tijdje raken ze zo verlamd. Dan laat hij gewoon zijn kopje naar beneden vallen. En dan verdrinkt hij. En dat is wat erbij hoort. En ik had gezegd van, oh, dus dat is gewoon normaal. Ja, dat is gewoon normaal. En ik vond het raar. Toen zei ik van, ja. Ze zegt, ja, want wij kunnen er niet bij. We hebben geen bootje of zo. Dus wij gaan dat beestje niet redden. Wat ik echt schandalig vind. Ze zegt, bel de brandweer. Ze zeggen, want die kunnen er wel eens bij en die willen er ook al bij kunnen. Dus ik heb de brandweer gebeld, die wou me inderdaad helpen. Maar ik moest eerst helemaal terug fietsen om te weten op welke locatie het beestje lag. Zodat de brandweer het beestje kon komen ophalen. Nou ja, toen kwam ik twee roeiers tegen. Die roeiers hebben mij weer geholpen. En ik breng het beestje hier. En ze zeggen letterlijk, oh, dit is zo goed te verhelpen. Volgens mij is hij nog niet te ver heen. Gewoon, we moeten hem zonder voeding geven met voeding door de maag. Het is een bacterie van het water wat in het eten zit. En ik zie er meteen 10 jaar ouder uit. En die ambulance zegt, joh, laat maar lekker verdrinken. Want ze zegt, nou is toch belachelijk. En de brandweer zei ook dat het belachelijk was. Dus bij deze, de dierenambulance in Delft, die zeggen waardeloos. Al jarenlang heb ik helemaal niks aan jullie. En ik ga gewoon lekker vrijwilligerswerk doen bij de dierenbescherming. Ik heb al informatie aangehaald zo. Oké, alles is super hectisch. En het is allemaal gelukt. Ik heb het anders aangetrokken, want ja, bacteriën op het truitje. Ik heb nog een broodje gegeten bij mijn moeder. En ik ga naar de stad met mijn moeder. Maar ik ga niet mijn hele dag vloggen. Want ik heb al lang gezien dat jullie daar niet van houden. Dus ik ga het niks vloggen. Ik vlog niks meer. Maar hier sta ik zo achter dat je diertjes moet helpen en diertjes moet redden. Ze zijn afhankelijk van ons. Dus dat vind ik gewoon een vlog waard. En als het goed is, komt het helemaal goed. En ik ga waarschijnlijk ook dus vrijwilligerswerk doen daar. Ik weet niet of ik het net al had gezegd. Maar ik heb zoveel geld en zoveel stress ervan gehad.
En stiekem had ik gisteravond ook een beetje stress. Had ik ook een beetje te huilen, dextrose, bla bla. Soms heb ik gewoon stress. Misschien moet ik ongesteld worden, jongens. Kan natuurlijk ook. Denk ik niet hoor, want ik zit te kort aan de pil. Maar ik ben gewoon blij dat ik die eend heb kunnen redden. En het is ook echt een reddingsactie geweest. Want de beestjes lag er heel zielig bij. En ze kunnen gewoon geholpen worden, net als alle andere beestjes. Dus probeer het altijd. En de dierenbescherming, of de dierenambulance, ze hebben geen noodnummer. Ze willen een noodnummer. Maar 9 van de 10 keer komen ze toch niet. Of ze vinden de dieren niet interessant genoeg en ze komen niet. Maar ik vind dit echt schandalig. Ja, dan ben je van de dierenbescherming en dierenambulance. En dan kom je gewoon niet als er een dier nood is. Zo'n vrouw zit gewoon aan de telefoon. En die vertelt mij gewoon. Ja, sorry, die kan je beter laten verdrinken. Dat soort mensen moeten niet werken bij de dierenambulance. En toen heb ik even op internet gekeken. En wat doet de dierenambulance ook nog eens? Dus eigenlijk is het echt een rot bedrijf. Ze pikken katten uit de buurt. Die nemen ze gewoon mee. Van, yo, deze is vermist. En wanneer je dan je kat mag ophalen omdat ze dan gechipt zijn, dan moet je er nog voor betalen ook. Ja, dat is echt belachelijk. Echt belachelijk. Dus jongens, ik stort vanaf nu geld naar de vogelbescherming en egeltjesopvang. En omdat ik weet dat hun daar echt wat mee doen. En ik ga ze gewoon helpen zover dat kan. En nou ga ik weer te veel lullen, dus... Hele fijne dag verder. Ik ga lekker shoppen vandaag. En ik hoop dat jullie een beetje kunnen genieten van de dag. Ik nu wel. Mijn dag is weer goed. Later!